Daar gaat de wedstrijd van start. Natuurlijk weer de lange bal. Tarik Everen in de richting van Ali Akla. Kop door. Maar kan worden opgeruimd door de verdediging van Excelsior. DVS sluit door middenveld. Een paar keer heen en weer koppen nu. Nu Excelsior in de balbezit. Vloedgraven. Nu overname van Excelsior. Pinteman volgens mij krijgt hem. Veldkamp naar de overkant. Naar Esaf Safi. Gaat schieten. De bal valt een beetje stil. En, valt daar binnen. Nou werkelijk het doelpunt? Nee hoor, is afgekeurd. Hensbal. Hensbal. Nu Ali Akla. Strakke bal. Aannemen, schieten. Kappen, nee. Ach, jammer. Overname weer van Koen Vloedgraven. Op de huid gezeten. Dit wordt een eerworp voor DVS. Veenhof. Bal in de diepte. Sprintduel. Roemion is snel, maar deze bal die gaat. Nou. Anderhalve meter naast. Grootste kans voor DVS. Veroorzaakt door een speler van Excelsior. En de sprintende Roemion. DVS gaat door met de corner. Bal met links voorgegeven. Akla kan die in zijn bezit houden. Dat lukt. Bal ook voor. In de vijf weggewerkt. Door in de vijf meter weggewerkt. Nog een keer Nassim Elblak. Tweede bal. Ja, heel goed. Mooie voetbeweging van Roemion. Op snelheid. Jeremy Jonker. Jeremy Jonker. En ja! Nee! Oh! Fantastische aanval. Snel. Jeremy Jonker die hem strak voorgaf. En Benjamin die hem naast poetst. Sterk, Ali Akla draait weg. Wordt in zijn rug gelopen. Gaat door. Schiet hem op de paal. Dat is heel erg zonde. Gaat daar een driehoekje plaatsvinden tussen Quincy El Ablak en Harry Pinassi. Ja hoor. Waarom zo moeilijk? Maar ja, goed. Doe maar. Ablak. Ablak. In het zijn het. Mag best een keer tussen de twee palen. Ja. Lange bal. Binnengehouden door Jasper Veldkamp. Esaf Safi. Leemhuis. Combinatie. Dit is mooi. Een strakke bal voor de goal langs. En het is Pinteman. Die hem keurig binnenwerkt. Een beetje een zaalvoetbaldoelpunt. Hielke Penterman inderdaad. Niet Pinteman. Penterman. En zo komt Excelsior in de 36e minuut op een 1-0 voorsprong. Roemion, bal terug. Keeper besluit denk ik om hem gewoon weg te schieten met zijn verkeerde been. En zo wordt het een corner voor DVS. Durft hem niet te pakken, mogelijk terugspeelbal. Korte variant weer met drie man in de hoek. Werkhoven. Nu, ja, het is het doelpunt voor DVS. Het is vanaf de rand van de 16, 20 meter. Is het Koen Vloedgraven die de 1-1 aantekent. Kort na de 0-1 van Excelsior komt DVS terug in de wedstrijd. En daar wil Excelsior maar wat graag van profiteren. Komt hij? Zeer snel geschoten. Goede redding van Melvin. Prima redding, ja, inderdaad. Ja. Schot was van Werkhoven, dacht ik. Had hij gelukkig goed voor DVS. Dat was buitenspel. Ali Akla staat nu in de spits. Wisselt een beetje af met Veenhof. Druk van Excelsior. Pakt dit, dit pakt gelukkig goed uit voor DVS. Van de Beten met een voetzoeker. El Ablak. Kijken naar afspeelmogelijkheid. Vloedgraven naar Ali Akla. Beetje moeite met de bal. Zoeken. Wachten wat te lang.
waardoor niet echt een duidelijke keuze was. Dit is El Oblak, bal in de 16 gespeeld. Nou, Roemion, goed afgewerkt hoor. Benjamin Roemion, DVS komt op een 2-1 voorsprong. En zo leidt Nassim El Oblak met een goede voorzet voorsprong voor DVS in. Langdurig balbezit. Echte kansen kwamen er niet, maar uiteindelijk werd het geduld beloond. Tim van den Berg. Hensbal van Gerritsen Mulkes. Veenhoff gaat door, is de twee kwijt. Geeft hem keurig ontzettend mee goed naar Roemion. Die gaat richting de 16. Heeft geen medestanders, dus ze moet zelf wat gaan verzinnen. Zoekt de verre hoek. Ja. Heel jammer. Mooie poging. Benjamin heeft al zoveel gegeven. Hij is ook aan het strekken. Rekken en strekken. Hij moet uitkijken voor zijn hamstringetje. Nicora in duel met Penteman. Speelt vals daarin. Kan hij hem in de ploeg houden? Ja, dat lukt. Over het been heen. En het is overtreding. Ik zag niet of het er binnen of er buiten was. Maar ging over het been van Nijenboer. El Oblak. Raakt hem vol. Maar anderhalve meter te hoog. Weinig, misschien iets wat op het houdt met kramp gevallen. Maar van Werkhoven naar Veldkamp. Gerritsen van Mulkes. Penteman, opletten nu. Is buitenspel. Aantal supporters van en de staf van Excelsior dacht. Maar het was redelijk snel hier duidelijk zichtbaar dat de grens voor buitenspel vlagde van Werkhoven. Nog één keer, nee. Nou, ik heb wel een paar keer nog één keer. Smit naar... Naast. Penteman. Dat was Billen Knijpen. Anikora wint dat duel. Houdt hem ook binnen. En scheids vindt het nu mooi geweest. En zo wint DVS met 2-1 van Excelsior uit Rijssen. Peter Wesseling, allereerst van harte gefeliciteerd. We hebben naar een hele interessante wedstrijd gekeken, denk ik. Ja, volgens mij ook wel. Eerste helft, denk wij, de bovenliggende partij. Afgekeurde goal, uiteindelijk toch. Ik weet niet waarom die hem afkeurde, volgens mij Hens. Ik denk wij een paar hele goede kansen. 2, 3, 4 goede kansen, denk ik. Uiteindelijk niet te scoren. En uiteindelijk vanuit de afgeslagen bal Koen de 1-1 maakt ook terecht, denk ik. Ja, de tweede helft was moeizaam. Uiteindelijk geloof ik 1 kans gehad, denk ik. Maar dacht jij in de eerste helft ook niet van, het zal toch weer niet gebeuren dat we zoveel kansen krijgen? Want dat is eigenlijk de afgelopen 3 wedstrijden ook steeds zo geweest. Hè? Dat je in de rust eigenlijk voor had moeten staan. En dan ga je toch nog de Bietenbrug op. Nu dacht ik ook, gaat het weer goed? Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk die Werkhoven en Penteman eronder. Het blijft gevaarlijk. Hè? Ze kunnen ook wel vanuit de omschakeling wat doen. Dat kan altijd. Het gekke is dat we, ik denk in alle 3 de voorgaande wedstrijden meer kansen hebben gehad. Misschien ook wel betere kansen. En heb je 0 punten ten opzichte van deze wedstrijd. Maar ik vond wel dat we goed stonden. Met name de eerste helft ook redelijk niveau haalden aan de bal. De tweede helft was allemaal net even iets minder. Zeg ik jongens van kramp. Hè. Dat is natuurlijk ook wel best wel gek in deze fase. Jongens, Ali natuurlijk een tijdje geblesseerd geweest. Benna een tijdje geblesseerd geweest. Ja, die moeten dan toch doen. Dus op zich is dat ook wel weer niet zo gek. Alleen ja, als trainer zie je dat liever niet. Nee. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat ze echt ongelooflijk veel gegeven hebben. En dat is Quincy natuurlijk ook. Maar die is lichamelijk zo beren sterk. Die houdt dat gewoon vol, hè? Ja, Quincy. Natuurlijk al 1,5 jaar heel veel gespeeld. Gewoon heel breedwillig. Hij doet gewoon wat er gevraagd wordt en meer. Eigenlijk de hele elftal wel. Maar dat vond ik eigenlijk Hoek vond ik heel matig aan de bal, initiatief.
Ja, en daarna heb ik, vind ik, toch best wel redelijke wedstrijden afgeleverd. Ja, met niet altijd gegarandeerd dat je wint. Ja, en vandaag waren we de gelukkige, ik denk ook wel verdiend. Heb je er nou heel veel aan gehad dat jij de speelwijze van Excelsior 31 redelijk goed kent? Nee, denk ik niet. Ik bedoel, we hebben niks anders gedaan dan afgelopen wedstrijden. Het is wel na afgelopen week hebben we wel gezegd, te leden. We zakken gewoon iets meer in op het moment dat we de bal niet hebben. Dus normaal gesproken altijd ver vooruit. Kost het heel veel energie, moet allemaal om elkaar afgestemd zijn. Het is natuurlijk wat makkelijker als zij de bal hebben en jij op eigen helft komt te spelen. Dus wat makkelijker te organiseren met elkaar. Dus dat hebben we wel gedaan. Vandaag niet zoveel van gezien. Behalve zeg maar de laatste 15 minuten waarin je wat teruggedrongen wordt. Ja, dan zie je toch dat we het niet helemaal meer op kunnen brengen. Niet echt druk op de bal hebben, waardoor ze toch een aantal keren de 16 meter die bal kunnen inspelen. Dus ja, kan ook maar zo een keer verkeerd vallen. Je was vandaag ook duidelijk verbaal aanwezig. En met name op die momenten dat je die verdediging goed opgesteld wil zien staan. Hè? Nou ja, in ieder geval dat we druk op de bal hebben. Dat je niet wordt uitgespeeld. En waardoor je ergens anders weer uit moet stappen met alle gevolgen van dien. Ik zag ook wel dat de jongens er doorheen zaten. Het is ook gewoon emotie. Toch moet je trots zijn op je jongens dat ze deze teamprestatie hebben verricht na zulke teleurstellende resultaten. Ja, nou, absoluut. Ik heb ze ook gezegd, ik had eigenlijk voor het eerst deze week, dinsdag en donderdag, het gevoel dat we er weer samen voor stonden. Er is best wel heel veel gebeurd de afgelopen weken, op allerlei vlak zeg maar. Ik hoef niet over uit te wijden, maar dan is best wel. Ik vond het heel lastig om die groep bij elkaar te houden. En het gevoel dat we samen toch voor streden. Dat gevoel had ik met name donderdag heel sterk. En hoe dat ontstaat weet ik niet. Maar rustig blijven, kijken of je op de inhoud kunt blijven. Dat heb ik geprobeerd. En wat ik al zei, ik had donderdag echt het gevoel van de training afkwamen van. Hiervoor ben ik trainer geworden. Dat je een elftal ziet die samen iets wil bereiken. Ik denk dat we dat ook vandaag hebben laten zien. Namens alle supporters en namens DVS TV, ik zou zo zeggen, Peter, hou vast. Ja, zeker. Kijk, hoe nou en verkeerd. Het scheelt natuurlijk ook als je weer wat aanvallers terug hebt. Natuurlijk ben je hem in de tijd niet gehad. Het is natuurlijk hartstikke belangrijk voor ons. Ali, die weer bij is. Kenneth fit. Nu valt Stef dan af, maar ik verwacht dat hij ook wel weer aanhaakt. Dus we hebben gewoon de hele tijd weinig keus gehad. En de zieke boeg wordt wat minder. En Matek zit eraan te komen. Adriaan zit er weer aan te komen. Dat zal ook allemaal wel bijdragen aan meer kwaliteit en meer niveau op de trainingen. En uiteindelijk meer niveau in de wedstrijden. Dus, en nou op naar de groene. Volgende week tegen? Ermelo Noord? Noord, oh ja. Gaan we doen. Oké, succes ermee.